De afgelopen 3 wedstrijden zijn we ongeslagen en we staan weer keurig in het linker rijtje. Zaterdag werd er tegen Heracles ook de volle buit gepakt in een toch lastige wedstrijd. Ja, wat doet dat met de sfeer in het team? Ja, nee, dat is natuurlijk heel erg lekker. Sowieso, nou, daarvoor PSV, Willem 2. Dus 7 punten uit 3 wedstrijden, dat is, ja, dat is hartstikke mooi en daar zijn we heel erg blij mee. En nou, nu dan ook weer uit bij Heracles, wat absoluut geen makkelijke wedstrijd is. Dat wisten we van tevoren al, nou, om dan 1-0 te winnen. Ja, nee, hartstikke goed gevoel dat overheerst. Het is altijd lekker als je de punten pakt. En ja, de laatste wedstrijden gelukkig weer wat stappen kunnen maken. En zeker op de ranglijst. Dus dat, ja, dat is ook altijd lekker voor de sfeer in de groep. En ja, in sommige fases maakt het iets minder uit hoe je de punten pakt. En moeten we er voor zorgen dat we ze wel pakken. En ik denk dat deze heel belangrijk waren. En jij kon zelf ook weer wat minuten maken. Ja, blij dat je weer erbij was. Ja, inderdaad. Ik had natuurlijk een beetje terugval gehad met mijn kuit de weken daarvoor. Dus ja, iets voorzichtiger opbouw gehad. En ja, voel me op zich goed. En, dus blij dat ik weer kon invallen. En ja, hopelijk weer zoveel mogelijk onderdeel kan zijn van de wedstrijd. En belangrijk kan worden. Weer de nul gehouden. Ja, er wordt ook wel gezegd, jij bent de man in vorm. Zie je dat zelf ook zo? Ja, gaat goed. Dus, ja, nee, dus dat is ook heel fijn dat je belangrijk kan zijn voor het team. Nou ja, en dat de anderen dat ook opvalt. Nou, dat is alleen maar prettig. Ja, daar ben ik blij mee. Zaterdag komt Sparta op bezoek. En vorig jaar bleek wel dat ook dit geen gemakkelijke wedstrijd gaat worden. Burger. Zo, Wouter Burger. 0-2. Ja, inderdaad. Dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. En we hadden een hele slechte eerste helft gespeeld. In de tweede helft kwamen we iets beter en kwamen nog een beetje terug. Burger kopt weg. En daar is de 2-1 van Siem de Jong. Uiteindelijk werd het 2-1 voor de ploeg uit Rotterdam, waarmee zij zelfs de play-offs haalden. Dit seizoen hebben ze het wel een stukje zwaarder, want ze staan tot nu toe met 10 punten op de 16e plaats. Sparta is een lastig team, denk ik, maar ja, daar moeten wij eigenlijk wel van winnen. En zeker ook gezien ja, de laatste wedstrijden zou het lekker zijn om zo'n serie door te kunnen zetten en de punten weer te kunnen pakken en stappen daarin te maken. En ja, dan hebben we nog een aantal wedstrijden voor de winter. En ja, dan ga je denk ik wel met een goed gevoel ook naar die wedstrijden toe. Dus dat is wel ja, belangrijk om deze goed af te sluiten. Ja, wat weet jij van Sparta? Nou ja, Henk Vreese als trainer die speelt voornamelijk redelijk verdedigend. Ik ken een paar jongens. Daar heb ik nog bij PEC mee gespeeld. Het wordt waarschijnlijk een wedstrijd waarin wij de bal wat meer zullen hebben en Sparta wat meer zal inzakken. Daar zullen we mee om moeten gaan. Ja, want hoe ligt dat ons, zo'n ploeg die juist wat verdedigender speelt? Nou, ik denk dat wij heel veel goede wedstrijden hebben gespeeld tegen ploegen die misschien wat dominanter zijn. Maar ja, het is wel leuker om aan de bal te zijn. En wij hebben jongens die dat ook absoluut kunnen. Dus wat dat betreft denk ik dat we dit ook gewoon, als we dat op een goede manier invullen, dan moeten we gewoon goed voor de dag kunnen komen. Het is een beetje wisselvallig. Ik denk dat wij soms wel het lekker vinden als het tegenstander de wedstrijd moet maken of iets meer komt, dat we iets meer ruimte krijgen. Dus ligt ons soms iets beter. Ik denk, Sparta, die moeten natuurlijk ook wel punten gaan halen. Dus die zullen ook echt wel momenten gaan komen. En wij zullen daar ook zelf moeten zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook dat wij ook zelf gewoon het spel moeten gaan maken. En dat goede gevoel moeten meenemen en hopelijk daarin het verschil kunnen gaan maken. Aankomende zondag wordt er om 8:00 afgetrapt in het Abelensra Stadion. En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar mooie beelden levert het in ieder geval wel op. Goed gedaan, Jeffrey Talan. Talan met de openingstreffer. Spannend is het nog altijd wel als Samardzic er vandoor gaat. Samardzic, en die rolt het heerlijk af. Lulling, intelligent gespeeld. Venema en Albert 2-0. Venema om zelf. 3-0. Ja, de vrijheid is er voor Nielsson. Nou, en nu is het wel raak. Dat kon niet uitblijven. Alves.
Krijgt hem mee van Pranjic, geen buitenspel. Alves, mooi, mooi, mooi. Het is 2-0. Breuer. Marke Visser komt uit zijn goal. En gaat hopeloos in de fout. Gerald Sibon. Pranjic. En die bal gaat er zomaar in. En Roy Berends kan er aan de 8 tot nu toe eentje toevoegen. En doet dat op een manier die in de boekjes staat. Kalou duurt wat lang. Berends. Kalou. Ze gaan al voor hem liggen. Kalou. De korte hoek. Jurisic. Goed terug op Grindhuis. Het is een fantastische combinatie. En een hele mooie treffer van Lozada. Lozada. Nog altijd. Lozada dan maar zelf. Oh, oh, oh. De bal is lastig. Zo! Zullen we die maar tellen? Marcel neemt. Bal verlengd. En die valt erin. Het doelpunt van Joost van Aken. Oh, Dumfries is er langs. Dumfries! Tegen zijn oude club. Zo voetbalt Heerenveen voor de overwinning. Ejuke. Ejuke weer. Hij verrast Harous. En maakt zijn tweede.